De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van LNV, heeft aangekondigd dat er een chiplicht komt voor katten. Daar zijn we als dierenbescherming echt al tientallen jaren mee bezig. Die chiplicht is er namelijk wel voor honden. Maar voor katten is die er nog niet. En ja, we hadden eigenlijk al van begin af aan zoiets. Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom is dat verschil er? En de minister heeft dat nu eindelijk ook ingezien en aangekondigd dat die chiplicht er toch komt. Wij zijn echt super blij dat er een plan gemaakt gaat worden om het chippen van katten verplicht te maken. En we hopen op die manier gewoon sneller dieren met hun eigenaren, of katten in specifiek met hun eigenaren, te kunnen herenigen. Op het moment dat een kat op straat wordt gevonden en die wordt bij ons binnengebracht, dan checken we eigenlijk altijd als eerste chip. Dat doen we met een chipreader, die halen we over de kat heen en die geeft dan uiteindelijk een chipnummer. Nou, een chipnummer is een cijfer en dat cijfer kan je invoeren op de computer. En dan kan je zien waar het dier geregistreerd is. En op het moment dat je die registratie opent, dan zie je vaak een telefoonnummer. En kan je dus telefonisch contact opnemen met de eigenaar dat de kat gevonden is en bij ons zit. Op het moment dat een kat niet gechipt is, dan lopen we er dus tegenaan dat we niet weten wie de eigenaar is. Die proberen we natuurlijk ook op andere manieren te zoeken, maar dat lukt gewoon niet altijd. En wat er dan gebeurt is dat een kat 14 dagen in het asiel verblijft. En daarna eigenlijk van ons wordt en dan mogen wij het dier herplaatsen. Dus stel dat je je kat kwijt bent en hij is niet gechipt, dan moet je zelf heel actief zoeken naar waar zit mijn kat en is die gevonden. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor overlijden. Op het moment dat je kat aangereden zou worden en hij is overleden en de dierenambulance wordt gebeld, dan checken ze ook de chip. En dan nemen ze telefonisch contact op, dus dan weet je in ieder geval wat er met je dier gebeurd is en wat er aan de hand is. We hebben aan mensen gevraagd van wat is nou de reden dat zij hun katten niet hebben gechipt. Een aantal daarvan gaf aan dat ze het erg duur vinden. Het is inderdaad niet gratis om je kat te laten chippen, maar het is ook niet extreem duur. Het kost een paar tientjes. Voor sommige mensen is dat inderdaad heel veel geld. Maar het hebben van een huisdier kost nou eenmaal geld. Je moet naar de dierenarts, een dier moet eten hebben. Dus wij raden aan op het moment dat je toch al een consult hebt staan met je dierenarts om dan gelijk die chip erin te doen, dan kost het je een paar tientjes. Maar het is wel een soort extra verzekering dat je kans groter is dat je je huisdier weer terugkrijgt. Daarnaast was er een flink aantal mensen dat aangaf, mijn kat is geen buitenkat, dus die komt niet buiten. Juist voor binnenkatten, we vinden het echt van belang dat die goed gechipt worden. Want als ze naar buiten komen in de boze buitenwereld, ze weten niet wat hen overkomt. Ze raken dan in de war, raken verdwaald en komen in het asiel terecht. Nou ja, juist voor dat soort katten is zo'n omgeving heel stressvol. En juist die katten raden we echt aan om goed te chippen en ook goed de chip te registreren. Er zijn in Nederland ongeveer 3,6 miljoen katten. Dat is een schatting, maar we hebben ze niet allemaal geteld. En de onderzoeken lopen uiteen, maar er wordt geschat dat 20 tot 50% van die katten niet gechipt is. Zeker omdat er 65.000 katten per jaar weglopen, is het echt van belang om je kat goed te chippen. Want dan weet je dat hij snel weer thuis komt.